Het ministerie van Volksgezondheid heeft gisteren het Suriname Hearts initiatief gelanceerd. De komende maanden zullen de Surinamers geleidelijk een verandering merken in de zorg die ze krijgen in een viertal belangrijke gezondheidscentra van de RGD, de medische zending en 15 polyklinieken van de private sector. Tijdens de launch heeft president Chandrika Prasad Santokhi samen met minister Amar Ramadien van Volksgezondheid een vierdelige posterset onthuld om de implementatie van het initiatief te ondersteunen. Volgens Ramadien wordt met dit Hearts-project-initiatief verschillende oplossingsmodellen aangedragen aan zowel het staatshoofd als de Surinaamse samenleving. Deze chronische ziekten, met name het hart- en vaatziekten, kankersoorten, suikerziekten en chronische luchtwegaandoeningen, zijn de oorzaak van 78% van de sterfgevallen in Suriname. Niet overdraagbare ziekten, zoals door de directeur net aangehaald, leggen een enorme belasting op het Surinaamse gezondheidszorgsysteem en de preventie en bestrijding van deze ziekten is een prioriteit voor volksgezondheid geworden. Er bestaan bewezen haalbare en kosteneffectieve interventies om risicofactoren zoals tabaksgebruik, schadelijk alcoholgebruik, ongezonde voeding en lichamelijke inactiviteit die de onderliggende oorzaken zijn voor het ontstaan en de progressie van de NCD's dringend te wijzigen. Het is bewezen dat een gezonde levensstijl zoals het niet roken, regelmatige lichaamsbeweging en gezonde voeding niet overdraagbare aandoeningen zoals hartaandoeningen, beroertes, suikerziekte en borst- en darmkanker helpen voorkomen en behandelen. Hearts in the Americas is een initiatief van landen geleid door de ministeries van Volksgezondheid met deelname van lokale belanghebbenden en met technische medewerking van de PAHO en de WHO. Suriname heeft zich gecommitteerd als het 23ste land aan dit initiatief in onze regio. Volgens het staatshoofd is preventie de sleutel tot de meeste gezondheidsproblemen. Hij onderstreept dat er daar goed in geïnvesteerd moet worden. De budgetten van volksgezondheid, die gaan onmiddellijk omlaag. De begroting gaat omlaag. De kosten voor de staat zal minder worden. De human being wordt gezonder. En dan kunnen we makkelijker heel wat beleidsdoelen ook realiseren. Kunnen we heel wat projecten makkelijk uitvoeren. En ik kan u zeggen, ik zit afgelopen woensdag weer in de regeringsraad. We hebben voldoende geld. Tot en met 2025, wat we berekend hebben, ik krijg die cijfers komende week. Tot en met 2025, ja, ik kijk inderdaad naar die politieke lijn. Hebben we alleen van IDB in de buurt van 500 miljoen, wat raads gepresenteerd is. Van IMF 140 miljoen. Van Wereldbank hebben we nu al 53 miljoen, er komt nog wat bij. In het laatste bevolkingsonderzoek in Suriname, de STEPS 2013, werd onthuld dat ongeveer 26,2% van de bevolking een verhoogde bloeddruk had en 57,7% niet op de hoogte was van het hebben van het verhoogde bloeddruk. Om de Sustainable Development Goals, de SDG's, te halen, moet het aantal personen in Suriname met een verhoogde bloeddruk in 2030 zijn teruggebracht tot 1 op de 4 personen. En dat is 25% van de bevolking.